Goedenavond allemaal, welkom. Ik ga jullie vanavond weer wat bijpraten over ons bedrijf Skyworld Community. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart en ik steun inmiddels voor het 8e jaar Juninski Stringtechnologie. En vanaf juni 2020 ben ik spreker voor Nederland om deze nieuwe technologie en ook de laatste ontwikkelingen aan de mensen te vertellen. Ik ben inmiddels topexpert. En ook een van de communicatiepersonen voor Nederland. Jullie kunnen dus vragen bij mij terecht. Hoe zit het in elkaar? Nou, aan de ene kant heb je Juninski Stringtechnologie. Aan de andere kant heb je Skyworld Community. En wij zitten bij Skyworld Community. En wij verzorgen dus de financiële durfkapitaal in feite voor mensen die investeren. En dat wordt gegeven aan Juninski Stringtechnologie. En wij krijgen daarvoor een converteerbare lening. En deze lening kan omgezet worden naar aandelen in het bedrijf. Juninski Stringtechnologie is voor ons voor drie onderdelen heel belangrijk. Het eerste is UST-technologie. Dat zijn de transportoplossingen en de transport- en infrastructuurcomplexen. En dan heb je ETP, het Ecotechnisch Park, in Belarus. En dat is vooral voor praktische implementatie en ook demonstratie van de technologieën in het park kunnen mensen komen kijken. En dan heb je U-Sky, dat is het U-Sky Test and Certification Center in Sharia. En dat voert vooral de functies uit voor de R&D-activiteiten en voor klimatologische omstandigheden tot 55 à 60 graden boven nul. En in Belarus is het tot min 55 à 60 graden. Het bedrijf heeft een aantal afdelingen. Dit zijn de vier belangrijkste. Linksboven de bio-energie. Rechts, en dat heet dus U-energie. Rechts heb je de landbouwsector, dat heet U-Terra. Linksonder heb je lineaire cities, dat is de U-City. En rechtsonder heb je het transport, waar wij het vanavond over gaan hebben vooral. En dat heet U-Stringtechnologie. Dan hebben ze ook op dit moment drie nieuwe basiskleuren. Blauw is vooral voor de financiële investeringskant. Violet is voor de educatieve kant. En groen is voor de sociale kant. Daar zult u in de toekomst nog wel meer over horen. Er wordt een heel platform ontwikkeld. En dan is het heel duidelijk onder welke kleur het valt, waar het voor dient. Wordt straks wel allemaal duidelijker in de toekomst. En waarom is dit eigenlijk begonnen? Waarom heeft Anatoly Juninski hier zo'n drive over gehad? Omdat hij zag dat de wereld aan het fout werken was. Dieren voor ons ook om te leven, onze bergen, ons milieu. Het zag er allemaal helemaal niet goed uit. Er moesten oplossingen voor komen. En daar heeft hij dus een oplossing voor proberen te vinden. Door een nieuwe manier van vervoer. En dat is niet op het eerste niveau, op de grond, maar op het tweede niveau. En dat is in de lucht. En dat moest dus ook nog snel en zuinig zijn. En vooral ook geen fossiele grondstoffen verbruiken. En dat is hem gelukt. En dit is Anatoly Juninski. Linksonder, die vrachtauto die schuin omhoog gaat, dat was meer dan 40 jaar geleden zijn eerste model. Dat hij dacht, dat moet toch kunnen? Nou, uitgetest met stalen wielen gemaakt en het is gelukt. Dat was zijn eerste triomf. En zijn laatste triomf is de High Speed Unibus linksboven, waar hij zelf voor zit. Dat is de hoge snelheidswagon die meer dan 500 km per uur zal kunnen gaan halen. Hier zie je wat zijn bedoeling is. Je ziet dus dat er minder grondoppervlak nodig is om de harde weg op aan te leggen. De dieren kunnen er onderdoor blijven lopen en er is gewoon heel weinig schade aan de natuur. En daardoor is het zeker ook milieuvriendelijker. Dit zijn de modellen voor passagiersvervoer. En in het midden op het witte vlak komen zo meteen voor de industrie. Maar hier zie je dus verschillende modellen voor passagiersvervoer. Van smal, klein naar best lang. En hier heb je de vervoer voor de industrie. En vooral containervervoer zal voor ons heel belangrijk worden. Dat er bij ons in de buurt in het land gesprekken weer komen. Maar dan zeggen mensen, ja, maar dat bestaat al lang. Nou, dat klopt, maar dan is het toch anders. Want in Duitsland en ook in China hebben ze wel zo'n wagon, maar die heeft de wielen aan de bovenkant.
En die verbruiken nog steeds fossiele grondstoffen. Dus ook nog steeds milieuvervuilend. En dat doen ook de kabelbanen in de sneeuwgebieden. Die worden aan een kabel voortgetrokken. Die zijn niet milieuvervuilend, maar die kunnen nooit geen snelheid halen. Die kunnen ook nooit van stad naar stad een 100 kilometers reizen op een goede snelheid. Dat je dus wel in een bepaalde snelle tijd ergens aankomt. Dat is goed voor een klein trajectje. Dus dat is toch weer anders. Het is allemaal, lijkt het op elkaar, maar het zijn auto's ook bij ons op de weg. Heten allemaal auto, maar ze hebben allemaal toch een ander model en net iets beter volgens de een of de ander. En dat is hier ook. Nou, als je nou kijkt hoe het in het verleden, of nu nog, gaat in feite, dan om een spoorbaan aan te leggen, gaat men van A naar B de weg egaliseren. En dan kan men daar de spoorbaan op aanleggen. En hoe doet Chinese stringtechnologie dat? Die zet pilaren. Die pilaren kunnen dichter bij elkaar staan of verder weg. Dat ligt er ook een beetje aan de ondergrond en welk soort vervoer daar overheen moet. En dan is, als die pilaren er staan, kan men daar een kabel overheen trekken. Die spant men strak. En dan moet je een beetje voorstellen, zoals bij een gitaar worden ook snaren gespannen. En dit gaat dan in het groot. Die gespannen snaren waren aan het uiteinde bevestigd, bijvoorbeeld bij een station of zo. En dat moet een stevig iets zijn. En dan kan men daar een vervoermiddel over laten rijden. En om nou de druk niet te veel te belasten op één punt, wat doet men dan? Maakt men het in delen. Dus dan kan men de druk minder belasten door de wagons los te knippen in feite. En dan kan elke wagon kan op een gegeven moment elke 10 seconden een volgende wagon laten passeren. Dus het zijn allemaal zelfrijdende voertuigen. Er zit geen chauffeur in. En ze rijden op staal. En daardoor wordt er de wrijving, die wekt ook energie op. En als je dan rechts kijkt, het plaatje, door de doorsnee van zo'n baan, dan zie je dat de snaren in een ijzeren omhulsel zitten. En daar zit een oplossing in. Het lijkt een soort cement, maar het is een polymeeroplossing. En dan zit er overheen, zit daar ook nog een extra harde laag. En die harde laag is ervoor om de slijtage zo min mogelijk te laten verlopen. Zodat er meer dan 25 à 50 jaar, geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. Nou, dat is heel erg mooi. En ook is er nog wat gedaan om de beveiliging voor het ontsporen. Een wagon kan niet ontsporen, want er zit een ontsporingssysteem in. Dat zie je in de oranje rondjes. Dat is het ontsporingssysteem. Bovenin rijdt de wielenrijder eroverheen en het ontsporingssysteem opzij zorgt ervoor dat hij nooit uit de rails kan raken. En in het midden zie je hem in het echt gebouwd in zo'n wagon. Ook het energieverbruik kunnen ze drastisch nog verminderen door de aerodynamische weerstand. En dat zie je bij de auto. Bij de auto komt de lucht heel mooi vloeiend eroverheen. Onderin dan wordt die wat tegengehouden, maar achter krijg je een hele werveling. En die werveling die heeft een grote invloed op het brandstofverbruik. Als je naar rechts kijkt bij de U-flash, die is ook een test in de windtunnel. En dan wordt de wind aan de voorkant gaat er mooi overheen, maar ook onderdoor. En aan de achterkant gaat die vloeiend weg. Dus hier wordt de wind niet beïnvloed door tegenwerking. En daardoor kan hij ook zijn snelheid halen. En wat kunnen ze daarmee bereiken om met dit soort vervoer te gaan rijden? Nou, ten eerste een beter leefmilieu voor dieren, maar ook het versnellen van transport. En de files worden opgelost, doordat het zware vrachtvervoer ook door de lucht heen kan, kunnen auto's hebben onderin meer plaats. En alles is ook nog eens geïnspireerd en georiënteerd op de groene energie. Als je naar rechts kijkt, de rechtse twee plaatjes, bovenin zie je dat het vanuit een voorraadvat gevuld kan worden wagons. En die kunnen zo naar een fabriek toe. En onderin zie je in de fabriek dat daar pallets in een wagon gedaan kunnen worden. Dan gaat via computersysteem, de blockchain, kan men invoeren waar het naartoe moet. En het gaat er naartoe naar de bestemming, zonder dat er een chauffeur aan te pas komt. Dus personeelstekort hebben ze zo ook niet meer. En studenten, die hebben hier al les over gekregen. Hier zie je rechts onder het plaatje dat er verschillende studenten in het ecohuis zijn om te kijken hoe het precies allemaal zit. Ze hebben er les over gehad, maar ze zijn inmiddels ook afgestudeerd.
Er zijn naast het Ecotechnopark bij de parken, allebei in Belarus en in de Verenigde Arabische Emiraten, daar zijn dicht in de buurt universiteiten. En leerlingen van universiteiten, die kunnen daar komen kijken. En ja, als ze inmiddels afgestudeerd zijn, wil dat zeggen dat er ook weer personeel komt die dit verder kan ontwikkelen en bouwen in de verschillende landen. Want het zal in de toekomst nodig zijn. Nou zijn er drie verschillende spoorconstructies. Dan heb je de flexibele, de doorhangende, de bovenste. De tweede is de stijve spoorstructuur. En de onderste is de dubbele stijve spoorstructuur. En wat wil dat zeggen? Dat er drie verschillende manieren van vervoer kunnen zijn waar mensen mee vervoerd kunnen worden. En ook natuurlijk het gewicht wat ermee gaande is. Nou zie je rechtsonder de flexibele foto van een flexibele spoorstructuur. Als je dan kijkt naar die bril die erop ligt, dan zie je hoe smal dat zo'n spoorstructuur maar is. En linksonder zie je de doorsnee in het echt. Die heeft gestaan op de Innotrans in Berlijn. En dan zie je hoe dat de doorsnee is. Maar alvorens deze markt te betreden, moet elk voertuig getest worden. Want voordat ze mensen mogen vervoeren, moeten ze natuurlijk aan zware tests onderworpen worden. En hier zie je foto's dat ze een document hebben gekregen, dat ze hebben voldaan aan zo'n zware test. En wat was het doel? Vooral de analyse van de stijfheid van de spoorstructuur. En ook voor de belastingen van. Het was de afhankelijkheid ook voor de temperatuur. En de krachten werden daar gemeten. En ook voor de tropische versie werd gekeken hoe dat rail zich hield in de overgang van dag naar nacht. Want er is een groot verschil in koude en warmte. Hier zie je ook een heel aantal certificaten. Ook onderscheidingen en patenten. En patenten zijn vooral belangrijk, want een patent wil zeggen dat men een hele tijd het alleenrecht heeft, omdat men veel geld geïnvesteerd heeft in een ontwikkeling, mag een bedrijf een aantal jaren, een jaar of 15 dacht ik, mogen die zelf als enigste dit maken. Daarna mogen andere bedrijven het ook overnemen en er gebruik van maken, maar de eerste 15 jaar heeft een bedrijf, en als het groot is heb ik ooit gehoord een dubbele, maar dat weet ik niet of dat er hier is, maar patenten zijn gewoon super belangrijk. En Janinski is ook heel erg bekend al in de technische wereld. Want in 2019 mocht hij een van de experts zijn in een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Nou, dat is heel belangrijk als je daar een van de experts mag zijn om een gesprek, een presentatie te geven. Dat is dus links onder dat plaatje. Rechts onder dat plaatje van UITP staat daar, de volgende pagina. Even groter gemaakt, dan zie je dat er in Brussel op 16 februari 2018 al een certificaat afgegeven is voor goedkeuring. En hier heeft Anatol Janinski, is hij lid geworden van, dat was op 16 februari ook, is hij lid geworden van de International Association of Public Transport. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit meer dan 96 landen. En dat is afgegeven in Brussel. Op in 2018 al. Nou, super dat ze toen al zo bekend waren met dit bedrijf. Mensen die nogal technisch zijn, die willen de technische dingen weten. Nou, willen ze daar eens meer van weten, dan kunnen ze gaan kijken naar Janinski.engineer. En daar kan men alle technische informatie vinden. Voor de meesten is dat niet zo interessant, maar die willen wel weten hoe het allemaal werkt. En die kunnen gaan naar de website van www.skyway.capital. Want daar kan men dan kijken om het te lezen wat er precies gedaan is in makkelijkere bewoording. Hier zie je een aantal wagons die ontwikkeld zijn. Links een heel rijtje allemaal passagierswagons. En die kunnen allemaal een snelheid halen van 150 km per uur. En dan rechts, bovenin zie je de U-Flash. Die haalt dus een snelheid van meer dan 500 km per uur. Daaronder de U-Light, dat is een nieuw ontwikkeld model. In eerste instantie is dat ontwikkeld voor op het park in Belarus, om naar de visvijver erachter te gaan. En dat is een vereenvoudig model in feite. En dat is de aanleiding geweest om de onderste twee, die hier staan, de U-Bus, om die te ontwikkelen. Dat is een minder luxe als de linkse kant van de rij die je hier ziet. Maar dat zijn wel modellen geweest die men
als afgeleide gebruikt heeft om de U-bus te maken. En ik heb ze hierna straks ook nog wat meer informatie erover. Maar onthoud deze plaatjes even. Ik heb ze dadelijk ook in het echt, dat ze in de fabriek aan het maken zijn. Maar die twee worden heel belangrijk voor ons voor de toekomst. En dan heb je ook voor de industrie. De meest belangrijke is dan de tweede, met de container. Want al deze vervoermiddelen hebben bijna geen impact op het milieu. Maar wat vooral belangrijk is, zijn de containers. Want daar zijn heel veel havens, zijn er verschrikkelijk blij mee. Die hebben allemaal problemen met het vervoer om de havens. Om hier even dicht bij huis te blijven, België, Antwerpen, daar is altijd de rondweg helemaal vast. Staat hier als auto, sta je bijna helemaal vast, kun je zachtjes rijden. Maar de vrachtauto's staan heel lang stil. Om Rotterdam hebben wij het ook een beetje, maar niet zo erg. Maar om Antwerpen, daar is een havenbedrijf en die heeft verschillende terminals. En de Schelde loopt midden door Antwerpen heen. En dan moeten vrachtauto's ooit containers van de ene kant naar de andere kant van de Schelde brengen. Die moeten allemaal over die rondweg heen en vandaar dat het stilstaat. En Antwerpen die wil heel, heel graag dit soort vervoer hebben. Dus zodra er een prijs afgegeven is, dat alles berekend is en bekeken. En dat is in de Verenigde Arabische Emiraten, zal ik het dadelijk nog wel over hebben. Maar dan is dit heel belangrijk om de container even in de gaten te houden. Want dat gaat voor ons voor de toekomst heel belangrijk worden. Dan heb je eronder de transportband. Die heb ik hier ook nog wel groter. Die kan vanuit een Delftmijn kunnen de grondstoffen op de transportband gelegd worden naar de plaats waar ze verder verwerkt gaan worden. En dat is vele malen goedkoper, ook veiliger, als dat al die vrachtauto's door die gevaarlijke bergwegen heen naar een fabriek toe moeten rijden, met alle ongelukken en gevolgen die er al mee gebeurd zijn. Dat hoeft dus met dit niet. Dus er zijn twee belangrijke richtingen waar ze aan werken. Het ene is personenvervoer en het andere is voor de industrie het containervervoer. En dat doen ze allemaal hier op kantoor. In eerste instantie was het kantoor wat er was. Zal ik even kijken dat ik het even kan aanwijzen. Hier, deze. Hier, nee, hij doet het niet. Een pijltje wil niet. Een pijltje wil niet verder. Maar rechtsonder, ik zal het pijltje aanwijzen, want hij doet het niet. Rechtsonder heb je dat blauwe gebouw. En daarachter zie je een kleine witte. En dat was het allereerste kantoor. Daarna hebben ze nog een ander kantoor gehad waar ze gewerkt hebben. En nu werken ze op het kantoor rechtsboven. En dat kantoor, dat is helemaal, wordt dat in gebruik genomen door personeel voor Janiske Stringtechnologie. Inmiddels hebben ze 700 hooggeplaatste specialisten, hoe noemen ze dat? Verschillende mensen van verschillende kanten die de technische ingenieurs, die de technische ontwikkeling kunnen maken. Maar daarnaast hebben ze ook nog ander personeel natuurlijk nodig, ondersteunend personeel. En ze hebben 80 afdelingen ook en ook ontwerpbureaus die hier allemaal in ondersteunen. Dus dat is heel veel. Hun totale oppervlakte van kantoor en ook de productiefaciliteiten ook erbij natuurlijk, is meer dan 10.000 vierkante meter. En zo zijn ze begonnen. Niet ver van Minsk, in Marina Gorka, zijn ze begonnen, hebben ze een oud vervuild militair terrein gekregen. En dat moesten ze helemaal ontwikkelen. Omdat Anatoly Gnitsky ook vanuit de landbouw komt en ook zegt dat hij de grond kan verbeteren, hebben ze waarschijnlijk gedacht, nou, dit is een belangrijk project. Ga maar eens kijken, is voor ons heel belangrijk. Maar dan kun jij ook meteen laten zien dat het ook echt werkt. En het werkt echt, want als je kijkt in 2019, zag het er al zo uit. Rechts. En als je kijkt achterin, die vijver links in 2015, hoe het eruit ziet, en een stukje grond wat er is. En nu in 2019, maar 2021 is het ook zo, hebben ze heel de vijver ontwikkeld. En ook naast het park, bij die bomenrij, daar hebben ze daarnaast ook al van alles ontwikkeld. En daar, aan de zijkant, rechts naast het park, daar komt de allereerste nieuwe lijn, die ook betaald wordt. Die vanaf de weg hier vooraan, langs het park rechts, naar achter bij de vijver gaat. En dat is 1125 meter. En dat zal het eerste commerciële traject zijn waar mensen mee kunnen gaan reizen en waarschijnlijk ook betalen. En dit zien we aan de andere kant.
als je even terug gaat, dan zie je dat wij vanaf deze kant naar de vijver kijken. En de volgende is vanaf de vijver naar de kant waar we net vanuit keken. En dan zie je dat hier een heel park is gebouwd. Een vakantiepark met huisjes. En die zijn allemaal zelf natuurlijk zelfvoorzienend en gebouwd op de manier zoals Anatoly Uninsky dat bedacht heeft. En hier kunnen mensen die van vissen houden naartoe komen en die kunnen daar vissen. Want in die vijver zitten ook heel veel grote vissen. Maar dan zeggen heel veel mensen, ja maar, wat als daar iets gebeurt? En die wagon valt stil midden op een plaats waar je niet uit kunt stappen. Wat dan? Nou, totaal geen probleem, want dan komt de volgende wagon en die koppelt hem aan. Want dat zie je rechtsonder op het kleine plaatje, het ingeplaatste plaatje. Dat daar elke wagon heeft aan de voor- en de achterkant de koppeling. En die koppeling die kan dus aan de andere wagon gekoppeld worden. En zo kan die vooruitgeduwd of meegetrokken worden naar het eerstvolgende station. Om daar ja, mensen uit te kunnen laten stappen en ter reparatie aangeboden. Als je nou heel goed kijkt, zie je boven de rail aan de rechterkant op die wagon, zie je ook iets zitten. Dat iets zijn blazers. En die blazers zorgen altijd dat als ze rijden, dat de rails schoongeblazen worden. Dus dat wil zeggen dat er nooit geen blaadjes op zitten zoals bij ons. Dus die rails die worden hier schoongeblazen. En dat is ook heel belangrijk. Dan zie je ook hele kleine puntjes erop. Dat zijn allemaal onderdelen, waar ik straks iets meer over vertel, dat ze mensen of dieren kunnen registreren. Dan gaan we nu naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dan vooral naar Sharjah. Ook Dubai natuurlijk iets. Want in Dubai hebben ze op een gegeven moment, of in Sharjah was dat, een beurs gehad in april 2018. En daar hebben de sheiks dit gezien en die waren heel enthousiast. En die hebben meteen al in september 2018 het zover kunnen regelen dat er een contract getekend kon worden, zodat Anatoly Uninsky ook in de Verenigde Arabische Emiraten een park mocht gaan bouwen. En dan kon hij daar gaan testen voor warm klimaat. En dat zie je dat hier dus gebeurd is. En dan zijn ze na de ondertekening zijn ze naar het park gegaan en daar hebben ze een officiële opening gedaan. Als je onderin rechts kijkt, zie je een paar auto's staan, een paar mensen erbij. En die paar mensen, dat zie je in het middelste plaatje rechts, die hebben daar al de allereerste officiële opening gedaan van het park in Sharjah. En onthoud goed, hier zie je dat er echt niks staat, er is alleen maar zand. Ik ga zo meteen meer laten zien wat er nu allemaal aan gebouwd is. Want dat is dit al. Dit was het allereerste traject. En het eerste traject... Sorry. Dat eerste traject was 400 meter lang en er is vanaf achterin zie je het station, is nog niet afgebouwd, was nog aan de gang om te bouwen, maar zodra ze konden gaan testen zijn ze mee begonnen. Vanaf het station naar de eerste pilaar is 100 meter, tussen de twee pilaren is 200 meter en dan weer 100 meter naar de andere kant van het station. Over deze route ben ik vorig jaar samen met Earl hebben we een ritje mogen maken. Wij zijn hier gaan kijken. Toen was het al veel verder als wat je dit hier ziet. Maar we hebben toen een ritje mogen maken. Want links onder dat plaatje, daar zie je dat het station klaar is. En van binnen is het ook super mooi, maar echt luxe hoor. Hier zie je eerst de buitenkant. Dan heb je in het midden, bovenin, zie je toen het aangelegd was, hoe mooi, strak gezond, plantjes erin. En in het midden onderin, dan zie je hoe het op dit moment is. Echt helemaal al vergroeid en loopt er tussen de bomen in. Linksboven zie je het houten ecohuis. En linksonder is de weg naartoe, hoe groen dat het al is. En dat is heel raar, als je bij die hoofdingang binnenkomt vanaf die rondtonde, als je daar binnen stapt. Buiten is het heel heet, want je begrijpt dat het in de Verenigde Arabische Emiraten heet zal zijn. En je komt daar binnen in dat ecohuis en dan denk je, wauw, wat voelt dat hier lekker. Dat is echt, ja, het is geen kou, maar het is gewoon... Ja, een aangename temperatuur. En hier zien we de binnenkant, rechtsonder. Heel luxe. En links kun je door de glazen deur in een wagon stappen, zodra die er aankomt en hij staat daar stil, dan gaan de deuren open. Dan kun je via die glazen deur instappen. Ook vergeet even iets. Rechtsboven daar zie je dat ze aan het bouwen zijn aan de 2,5 kilometer baan, om daar de rail vanaf het station de bekabeling in te leggen. Hier zie je het nog aan het maken, het is op dit moment af. Maar dit is nog een plaatje dat ze eraan bezig waren te bouwen om die bekabeling helemaal te maken.
En dat zie je hier. Hier zie je dat ze met de bekabeling bezig zijn. Ik heb nog een paar plaatjes. Hier ook. En de onderste, het grote plaatje, dan kijk je vanuit de universiteit naar die banen. En dan zie je links in het midden ongeveer die vierkante pilaren. En rechts naast zie je de ronde pilaren. De linker, de vierkante pilaren, daar is nu de 2,5 kilometer baan gebouwd. Die is klaar. En er is een wagon onderweg, die is per schip in het schip gezet. En die moet er helemaal nog heen varen. Dat kan een maand of twee duren. Dus ze kunnen pas beginnen te testen. Zo gauw als de grote wagon van, ik geloof, 25 zitplaatsen, dat die aangekomen is. Ze moeten ze erin hangen en daarna kunnen ze gaan testen. En men heeft gezegd, er komt een open dag in Dubai. Daar kunnen wij naartoe. Maar ze kunnen op dit moment nog geen datum geven, omdat ze nog niet weten wanneer het schip aankomt. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe dat het onderweg allemaal gaat. Dus we gaan horen wanneer dat we er naartoe kunnen gaan kijken. Wie interesse heeft, kan meegaan. Maar dat is nog eventjes afwachten wanneer het is. Ze verwachten ongeveer in april. Hier zie je ook dat ze aan het werken zijn. Zie je het al een beetje omhoog getrakeld worden. Dat is gewoon heel mooi. En hier zie je links onder een aantal Arabieren staan. En die staan bij maquetten te kijken. En zo wil men in Dubai gaan bouwen. En dan zie je hier, even in het groot, dan zie je dat daar het systeem van Anatoly Janinsky tussen geplaatst is. Dus men wil hier ook in die maquette, laat men ook duidelijk zien, dat het vervoer van Anatoly Janinsky met zijn stringtechnologie heel, heel belangrijk is. En Anatoly Janinsky heeft ook aan de Emirati TV heeft hij een interview gegeven. En dat vertelde hij over de resultaten van 4 jaar transport in de Verenigde Arabische Emiraten. En ook in de stad Sharjah wordt ook een mooie ontwikkelde wereldwijde basis ervoor gecreëerd. En hebben ze ook gekeken, zo moet ik eigenlijk zeggen, hoe ze alles voor warm klimaat goed kunnen laten verlopen. En dan is het ook vooral de problemen die er zouden kunnen zijn met de stadiononderhoud, ook met de rail, hoe dat rail blijft met warmte en koude. Ook het geautomatiseerde systeembeheer is natuurlijk anders in zo'n warm klimaat. De nutsvoorzieningen en alle andere dingen die er kwamen, alles is opgelost. En nu kunnen ze beginnen om het verder te ontwikkelen. Hier zie je het controlecentrum linksonder. Men kan vanuit het controlecentrum in alle wagons kijken, ook in alle stations. Alles wordt gecontroleerd en bijgehouden. Dus dat is wel heel mooi. Ik heb het ook gezien, heel mooi. Nou, hier is het plaatje waar ik net over had. Links zie je de afgeleide van de kleine wagon die in Belarus naast het park zal komen. Deze is wat groter, er kunnen meer mensen in en is wat eenvoudiger gemaakt. En dat is ook om mensen goedkoper te kunnen laten reizen, want de kosten zijn dan ook veel minder en die zijn niet zo luxe uitgevoerd. En rechts zie je dat ze ook aan het werken zijn aan de High Speed Unibus. Hier zie je dat er echt productiecapaciteiten zijn. En hier zie je de certificering voor warm klimaat. Dat is heel belangrijk, want nu voldoen ze aan alle veiligheidsnormen. En de controle die ze hebben gekregen ging over de spoorconstructie, over het elektrische vervoer, ook over de anker- en tussensteunen en het reizigersstation. En ze zijn voor alles geslaagd. En daarom voldoen ze aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dit zal het besluitvormingsproces in alle landen over heel de wereld vereenvoudigen. Want geen één land hoeft nu nog deze tests te doen. Want dit is door een erkend bedrijf uit de wereld, over heel de wereld, is dat gedaan. En dat wil dus zeggen dat een land dat niet meer apart zelf hoeft te doen. Ze zijn dus nu geschikt om de wereldmarkt te betreden en dat zijn ze inmiddels ook aan het doen. Er waren al gesprekken met de autoriteiten van Abu Dhabi, Dubai en Sharjah. Dat is heel normaal als ze daar een testpark hebben. Maar inmiddels ook met buurlanden als Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. En als je dit zo kijkt, als ze een certificering voor warm klimaat hebben, als je kijkt naar een auto die gebouwd wordt, dan hoeft een bedrijf alleen maar een auto te maken. Maar die hoeft niet de weg aan te leggen, die hoeft geen parkeerplaatsen aan te leggen en al die soort dingen. En als je dan kijkt dat dit door de Janinsky stringtechnologie allemaal gemaakt moest worden, want dit bestond nog niet, hè? Alles moest nog gemaakt worden. En als je dan ziet wat ze hebben kunnen doen in deze korte tijd, nou dan denk ik dat dit een hele knappe prestatie is.
Ze hadden ook meegedaan aan de aanbesteding voor in Dubai een traject bouwen. En toen zei Janinski, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt YouSky de beste oplossing voor Dubai. Maar het is aan hen, de autoriteiten van Dubai, om te beslissen. Maar inmiddels weten wij dus dat die aanbesteding is gewonnen door Anatoly Janinski. Door Janinski Stringtechnologie, moet ik eigenlijk zeggen. Maar naast het bedrijf van Anatoly Janinski waren er ook bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk bij betrokken bij deze competitie. En dat was dus nog niet zeker of dat Anatoly Janinski dit wel ging winnen. Want China die bouwt altijd en die zegt, jullie hoeven niks te betalen. Wij bouwen het voor jullie. En als het klaar is, hoeven jullie het pas te betalen. Dus ja, dan heb je een concurrent die eigenlijk oneerlijk aan het werk is, maar dat kan in China. Maar Anatoly Janinski heeft het gewonnen. Dat wil zeggen dat er in Dubai een traject komt van 15 kilometer met 21 stations. Dat is bekendgemaakt op de InnoTrans in Berlijn. En ook Sharjah, dus niet Dubai, maar Sharjah, een buurt, provincie, stad. En die heeft ook, die is ook aan het kijken, want daar staat het park. En die willen vanuit Sharjah links op het plaatje naar rechts op het plaatje, naar een haven. Dat is de haven van Korfakan. Willen ze ook een traject. En dat is ongeveer 125 kilometer. Het zal 100 kilometer over vlak terrein gaan, maar ook 25 kilometer door bergen. En daar heeft Anatoly Janinski ook een prijs voor neergelegd. Maar hij heeft ook nog een prijs neergelegd voor in de stad. Dus ben benieuwd of dat ze het stedelijke netwerk in de stad ook interessant vinden. Dan gaat er natuurlijk nog veel meer gebouwd worden daar. Dan gaan we nu naar Dubai. En in Dubai hebben wij, ik heb op een gegeven moment een keer aan mijn contactpersoon van het bestuur gevraagd van, goh, ik wist iets, ik zag ergens iets, wat is dat? Ik kreeg geen antwoord, maar kreeg dit plaatje van hem. En dat is een plaatje waar je kunt zien van vliegveld naar vliegveld wordt er een traject besproken. En van beide vliegvelden ook naar de haven, Jebel Ali Port, dat is de haven in Dubai. En men is ook in gesprek om daar iets te gaan bouwen. Maar dit zal dus een traject zijn waar we niks van horen. Het traject in Dubai zal helemaal gevolgd worden. Anders raken mensen ook in de war met het een en het ander. In Dubai gaan we alles volgen. En de andere twee zullen we horen als ze klaar zijn. Hier zie je Oleg Saresky. Onthoud die naam goed, want die man zullen we meer zien. Want hij is de persoon die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten de projecten aan de wereld, aan de landen die informatie willen bekendmaken, uitleg geven. En ook zijn personeel natuurlijk. Maar Oleg Saresky is de belangrijke man. En die zullen je ook soms zien op foto's. Als er ergens een goedkeuring is en een handtekening gezet is. Om ook een traject in een ander land te bouwen. Maar hier zie je dus de belangrijke man. Wat zijn nu de voordelen van dit vervoer? Natuurlijk worden belangrijke logistieke problemen opgelost. In Aziatische landen zie je wat er op plaatje gebeurt. Dat is echt in Aziatische landen. En die landen die zijn nu heel erg geïnteresseerd om deze manier van vervoer te gaan hebben. Want er blijven constant treinen komen. En is het niet zo zoals hier, dat mensen gewoon opeengeduwd moeten worden in een wagon. Beetje raar, maar ja, het gebeurt wel. Daardoor worden ook de late lostijden aanzienlijk verkort voor de industrie. Ze hebben ook minimale grondwerving nodig en geen dure terminals. Want kijk maar eens rechts het plaatje, rechtsonder. Dan zie je dat er tussen een snelweg kan men gewoon een pilaar bouwen en dan kan het vervoer overheen. En misschien zit je wel ooit in zo'n wagon dat je onderin misschien nog wel een file ziet staan. Dat je zelf mooi daarheen kunt reizen zonder die lastige verveelde files. Nou, waardoor wordt dit transport en infrastructuur onderscheiden? Nou, natuurlijk door de hoge efficiëntie, maar ook de lage schadelijke gevolgen voor het milieu en de hoge mate van veiligheid in het personen- en in het vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen, betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. Het is ook tsunami- en aardbevingbestendig. En ik heb er wel meer van gelezen, heb ik hier verder niet hierin staan. Maar er wordt helemaal uitgelegd, dat kun je ook ergens in je account zien, wordt er helemaal uitgelegd waarom dat het ook aardbevingbestendig is. Een ingewikkelde uitleg, maar het is wel dat je dan denkt van, oh ja, nou ja, zo zou ik het wel kunnen begrijpen. Maar voor mij zal het heel lastig worden om dat hier echt uit te moeten leggen. Dus wil je daar meer van weten, dan kun je in je account gaan kijken. Maar voor die landen waar aardbevingen gebeuren, en we weten nu van Turkije, dan is dit een hele fijne manier van vervoer wat dan toch kan blijven bestaan.
En als je kijkt naar de milieuvriendelijkheid, de biodiversiteit die blijft natuurlijk heel goed in de natuurgebieden, want er wordt ook geen vruchtbare grond vernietigd. Dus ook de plantjes en de bloemetjes die erop groeien, die belangrijk zijn, die worden niet vernietigd, dus het eten voor de dieren blijft. En belangrijk, trekroutes voor dieren worden niet geblokkeerd. Als je dan kijkt naar de kosten, want dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Wij als Nederlanders zeggen dan, ja, maar wat kost dat? Nou, in Europa bedragen de gemiddelde kosten voor een hoge snelheidsweg ongeveer 30 miljoen per kilometer. Met een jaarlijks onderhoud van $100.000 per kilometer. En dat is veel, hè? 1 kilometer hoge snelheidsaanleg is 30 miljoen per aanleg voor kilometer. Maar ook elk jaar kost dat dus nog eens 100.000. Dus de weg die aangelegd is, die treinspoor van Rotterdam naar Duitsland, moeten we kijken wat dat per jaar gaat kosten. Als je dan kijkt naar de Hyperloop, waar iedereen ook heel erg enthousiast over is, die wordt zeker geschat op 50 miljoen, maar dat is nog niet in praktijk gebracht. Er is nog niks gebouwd en we weten allemaal als iets gebouwd wordt, dat ze telkens zeggen, een tegenvaller, het wordt duurder. En als je dan kijkt naar metro, dan kan de prijs zelfs oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En als je dan kijkt dat dezelfde gedeelte, maar dan van je Jenisch-Gestrinkt-technologie, dat er gemiddeld ongeveer 10 miljoen zal zijn, nou, dat is een groot verschil. Zeker als je maar vergelijkt met de goedkoopste, de bovenste, de hoge snelheidsweg van 30 miljoen per kilometer, dan kun je hier toch 3 keer zoveel aanleggen. Dan is de kostprijs van Jenisch-Gestrinkt-technologie is gemiddeld, die kan tussen de 5 en 15 miljoen kosten, dus gemiddeld 10 miljoen, is dat een technologie die de hele industrie fundamenteel gaat veranderen. Nou zijn er ook samenwerkingspartners nodig, want men wil alleen maar werken met de beste bedrijven die er zijn. En een van die bedrijven is Bekaert. En als ik dit vertel aan mensen die ik ken uit België, en ik vertel dat Bekaert hier hun bekabeling levert, dan zeggen ze allemaal van, oh, maar als dat bedrijf mee gaat doen, en die levert eraan, dan moet het wel een goed bedrijf zijn. En Bekaert gaat alles leveren. Voor de 2,5 kilometer in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in Belarus. En hier zie je een foto van Belarus, want kijk, er liggen kiezeltjes op de grond. Als je daar goed naar kijkt, dan en daar liggen die rollen op met allemaal bekabeling erin. En die is echt geleverd door Bekaert, want elke rol heeft een vervoersbewijs. En dan zie je dat de Jenisch-Gestrinkt-technologie staat en Bekaert. En die zijn, op elke rol zit zo'n papiertje. En dit is de bouw, nog even een grote foto van de 2,5 kilometer baan die in de Verenigde Arabische Emiraten werd gebouwd. En dan zie je links bij de pijl, daar zie je de rollen liggen, de bekabeling van de firma Bekaert. Want die worden hier in deze verbinding van 2,5 kilometer geplaatst. En dit is de toegangsweg naar het park. En dan tussen de twee mannen, tussen die handen, daar zie je een auto. Dat is de toerit naar het ecohuis. En achter die auto zie je een witte paviljoen. En daarachter staat het ecohuis, de vierkante. Dat is al bijna helemaal begroeid met groene planten. Maar zo ga je via die toegangsweg naar het ecohuis. En vanuit het ecohuis loop je ook naar het paviljoen. Want in het paviljoen, daar worden de grote presentaties gegeven als er veel mensen zijn. En daar staat ook de U-flash. Oh wacht, ik vergeet iets te zeggen, want hier staan twee mannen. En links zie je de heer Anatoly Jeninski staan. En rechts zie je zijn zoon. Dus mensen die zeggen, ja maar hoe zit het, hij is oud. Wat als hij er niet meer is? Nou, dat is hiermee ook duidelijk. Als je dan kijkt wat er allemaal gerealiseerd is in die jaren. In 2015 zijn ze begonnen, hebben ze een stuk grond gekregen in Belarus. In 2016 hadden ze het eerste traject klaar en dan kon de Unitruck gaan rijden. In 2017 waren er nog 2 bij, hadden ze in totaal 3. In 2018 kwamen de Arabieren in de Verenigde Arabische Emiraten die hun handtekening hebben gezet en een stuk grond gegeven. Op dat stuk grond konden ze in 2019 hun eerste traject gaan testen. In 2020 ongeveer kwam er de U-flash bij, de hoge snelheid begon. En in 2021 en 2022 is daar het containervervoer bij gekomen. In 21 in eerste instantie de kleine, want die kon getest worden op die korte afstand in de Verenigde Arabische Emiraten en in Belarus. En nu, met die 2,5 kilometer baan, nu kunnen ze de snelheid nog gaan testen. Zodra die
container erin hangt en men komt de snelheid van 150 km per uur haalt men, dan is dat klaar en kan er een certificaat afgegeven worden dat er wereldwijd verkocht mag worden. Even de volgende. Er is ook media-aandacht. Want de verslaggever daar rechts, die hoorde dit en die dacht, dat kan niet, zo onwerkelijk. Ik wil gaan kijken. Hij is daar gaan kijken, hij vroeg toestemming, hij mocht komen, heeft een filmpje gemaakt, heeft hij online gezet. En toen kwamen alle nieuwszenders, linksonder zie je Fox News, CNN, maar ook andere nieuwszenders kwamen. En die hebben allemaal een deel ervan naar buiten gebracht. Het was nieuws, mooi nieuws. En zelfs de mensen die het nieuws moesten brengen, stonden ooit zelf te kijken van wat is dat, hoe kan dat. En als je naar rechts kijkt, de Construction Week, dat is een blad, een heel gerenommeerd blad, die heeft er ook aandacht aan besteed. Want daar staan ze zelfs op de voorpagina, maar ook binnenin heeft men nog een heel aantal pagina's besteed om dit traject, dit vervoer uit te leggen. Nou, dat gebeurt meestal niet. En de mediabron World Construction Today heeft ook wat geschreven. Want zij schrijven, heel belangrijk, op basis van de manier waarop Juninske Stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat het transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virzing Hyperloop. Want Virzing, dat is de ontdekker, de ontwikkelaar van de Hyperloop. En ze schrijven verder, de media was al jaren heel enthousiast over het idee. En ze publiceren de eerste versie van het toen de publicatie van de eerste versie van het Hyperloop-concept werd bekendgemaakt, leidde het tot discussies tussen wetenschappers en ingenieurs. Want er waren er natuurlijk ook die twijfelen aan dit project. Maar Virzing Hyperloop verzekerde dat ze de vacuümreizigerstreinen die konden versnellen tot boven 1000 km per uur wel in de praktijk konden brengen. Maar nu schrijven ze, Juninske Stringtechnologie heeft Virzing Hyperloop verslagen. En ze schrijven, het ingenieursbureau gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virzing Hyperloop het idee van het passagiersvervoer verlaat. Dat wil niet zeggen dat die Hyperloop niet gebouwd wordt, want ze hebben nooit geen patent aangevraagd. Want dan kon iedereen dit bouwen en dan konden ze de trajecten wereldwijd aan elkaar koppelen. Maar Virzing Hyperloop zelf, die gaat dus niet in praktijk brengen. Maar er zijn heel veel universiteiten, dat ik weet, ook in Nederland, die zijn hiermee bezig. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen versie, maar wel met dezelfde basis. Dus dat kan straks ook aan elkaar gekoppeld worden. Maar als het bedrijf dat het zelf ontwikkeld heeft ermee stopt, ja, dat wil toch wel wat zeggen. Want vorig jaar maakte Virzing Hyperloop officieel bekend dat ze het idee van personenvervoer hebben verlaten. En de Financial Times meldde dat ze volledig waren overgestapt naar het goederentransport. En ze schreven ook nog dat ze begrijpen dat de COVID-19-pandemie ook de activiteiten van Juninske Stringtechnologie ernstig moet hebben bemoeilijkt. Maar dat die in deze moeilijke omstandigheden, die door de pandemie werden veroorzaakt, hun plannen niet op hebben gegeven, maar wel door zijn gegaan. Dat is heel belangrijk. Nou, en Juninske Stringtechnologie heeft vorig jaar een certificaat ontvangen voor de conformiteit met de veiligheidseisen ervan, van de organisatie TUV, dat is ook een wereldwijde organisatie die het controleert. En daarna, toen ze dat ontvangen hebben, hebben ze dus ook kunnen bekendmaken dat ze hun starten met hun commerciële projecten. Nu hebben ze inmiddels ook een verbeterde versie van de Unibus geïnstalleerd, dat zie je rechtsonder. Want blijven ze natuurlijk testen. En dan ontdekken ze dat ze nog iets beter kunnen of wat dan ook. Dus dat moet ook weer telkens ingebouwd worden. En hier zie je rechtsonder dat ze weer een nieuwe er neerzetten. En ze brengen verschillende wijzigingen aan. Maar wat het belangrijkste is, de prestaties van de parameters. Maar ook de baanconstructie. Dus men moet alles via testen uitzoeken. En alle werken die zullen naar verwachting ook begin dit jaar uitgevoerd worden in het warme klimaat in het Ecotechnopark in de Verenigde Arabische Emiraten. Wat ze straks al zei, hij is per schip onderweg, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat je er is. Schepen gaan niet zaad. Als je dan kijkt, er zijn verschillende testritten geweest aan met delegaties uit landen. En dat komt omdat de World Expo is geweest in de Verenigde Arabische Emiraten. En is Juninske Stringtechnologie zo slim geweest om niet op het park, wat achteraf ook niet mocht, maar dat wist hij toen niet, niet op de expo, maar in het park een testlocatie te zetten. En hij heeft op de expo gestaan, want het land Belarus had
daar een tv-scherm aan de kant staan. Ik ben er geweest toen. Ik heb gekeken, die had daar tv-scherm aan de kant staan. En er kwamen telkens kleine filmpjes van de verschillende bedrijven uit zijn land voorbij. Maar ja, op een filmpje kijken mensen of ze lopen soms langs dat net jouw filmpje niet langskomt. Dat brengt niet zoveel bekendheid mee. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben mensen die geïnteresseerd waren, die dit wilden gaan bouwen, of een belangrijke persoon uit landen, die hebben ze vervoerd naar het testpark in Sharjah. En die konden daar kijken. En zo zijn er verschillende afgevaardigden van landen die proefritten hebben gemaakt. En de landen die toestemming hebben gegeven om de foto naar buiten te brengen dat ze daar geweest zijn, zijn onder andere Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En toen wij daar waren in het park, achteraf wisten we dat toen niet, hebben wij gezien dat de koning en koningin van Lesotho, die kwamen daar en wij moesten er even wachten, want die mochten voorkruipen. Wij moesten wachten en zij mochten eerder in de wagon als wij en die gingen weer naar de andere kant. En toen daarna mochten wij weer verder gaan met telkens vier mensen in een wagon die naar de andere kant gebracht werden. En hun zijn toen naar het ecohuis gegaan en daar hebben ze verder uitleg gekregen. Maar zo'n belangrijke mensen, die laat je natuurlijk niet wachten om bij ons achteraan te sluiten tot het wijlsritje gemaakt hebben. Maar achteraf zagen wij die film. En Earl belde mij van, Nettie, heb je die film gezien? Nee, heb ik niet gezien. Kijk eens, ken jij die mensen? Ja, toen herkende ik ze wel. Dat was heel mooi. Er zijn ook al delegaties uit verschillende landen in gesprek met Chinese stringtechnologie. En dat is onder andere uit Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico en Ecuador. Hier zie je dat er dus ook landen uit Europa in gesprek zijn. Er mag verder nog niks van naar buiten gebracht worden. Ik weet van sommige landen wel iets meer, maar het zijn geruchten. Wij brengen alleen de officiële informatie naar buiten. En dit is de officiële informatie. En dan denk ik dat we echt niet nieuwsgieriger hoeven te zijn van wat hebben ze verteld. Want alles kan ook door de concurrentie misbruikt worden. Dus het is al heel belangrijk dat we weten dat ze in gesprek zijn en sommigen zijn al heel ver. Zometeen krijg je plaatjes te zien van landen waar ze van de delegaties foto's gemaakt hebben. En ja, dan zie je dat het ook echt is dat ze daar zijn geweest. En ze kregen dan ook een bezoek hier in deze ruimte. Hier hebben ze het opgebouwd, het gedeelte van in mini in het klein. Dan zie je bovenin de doorhangende spoorstructuur en onderin zie je de harde spoorstructuur, de dubbele harde spoorstructuur. En het aparte is dat ze hier een dubbele wagon hebben gemaakt. Die hebben we verder nog nergens gezien, maar hier rijdt dus een dubbele wagon. Heel apart. Dus daar heb ik ook nog verder niks van gehoord, maar dat komt nog wel. Want hierna heb ik wel dat ze patent gekregen hebben. Die patent hebben ze al in 2020 gekregen. Tijdens de pandemie hebben ze niet stilgezeten. Toen zijn ze echt aan... Ze konden niet op de parken werken, maar ze konden wel via de thuiswerk op de kantoren werken. En hebben ze dit ontwikkeld. En een patent gekregen. Ja, dat is heel wat. Wil je een patent krijgen? Dat krijg je echt niet zomaar. Dat is zo belangrijk. En hier hebben we de delegaties. Hier uit Zwitserland. Hier uit India. Heel belangrijk, een groot land. Hier worden belangrijke gesprekken gevoerd. Je ziet ook, als Anatoly Janinski erbij is, dan is het heel, heel belangrijk. En hier zie je dus dat hij echt een hele middag aan deze mensen gespendeerd heeft. Heel belangrijk. Hier hebben we nog meer uit India. Zijn ze dus op kantoor, krijgen ze verder uitleg ervan. Hier zie je de prinses van de Filipijnen. Die is er, Anasek. Dat is de controleruimte hier. Hebben wij ook naartoe gemogen. Als je een ritje gemaakt hebt, kom je daarna naar de controleruimte en kun je daar alles zien. De Republiek Paraguay. Brazilië. En dit zijn een delegatie van overheidsfunctionarissen, burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Denk even zelf na. Als er burgemeesters komen van steden en ondernemers uit Brazilië, waarom denk je dat het is? En dan heb je Vietnam. In Vietnam hebben ze een Viet Transnet ook gemaakt voor de bouw en de begeleiding in Vietnam. De speciale organisatie die alles in Vietnam, sorry, die alles in Vietnam begeleidt. Korea, Zuid-Korea natuurlijk. Hier zie je dat ze het linker grote plaatje, dat ze aan het uitleggen zijn waar ze ergens een route willen hebben. En hier Kirzië.
En dan zie je rechts, deze mevrouw is Sarapat Masitova. En zij is algemeen directeur van 2 bouwbedrijven in Kirsinje. Nou, die zijn er niet voor niks. En hier Rwanda, de ambassadeur van Rwanda. Die is er geweest. En hier zie je openbaar vervoerprojecten. Rwanda wil 2 verschillende modellen van vervoer hebben. Deze is dus de van het transport voor de mensen die kunnen staan of goedkoper. Waar ze, ja, verder weet ik het eigenlijk nog niet, dus daar kan ik verder ook niks over zeggen. Maar deze willen ze hebben, een afgeleide van deze, maar ook een afgeleide van deze. Ze waren dus erg geïnteresseerd hierin. En ze hebben de eerste stappen gezet, ook in de richting van de uitvoering van deze projecten. En dan de U-Light, oh ja, ik kwam niet op de naam net. Links is de U-Light en rechts is de U-Car. En dit worden als de belangrijkste modellen gezien die ze in Rwanda willen gaan gebruiken. En dit is het model wat afgeleid is van de U-Light. Dus nou kunnen we misschien wel denken dat ze hierin best geïnteresseerd zullen zijn. En dat dit misschien wel een hele mooie manier is om op een goedkope manier, misschien kunnen hier mensen staan, kunnen er ook een paar zitten, maar hier moet er 25 in kunnen. Maar als je dan kijkt dat er 50 ontwerpbureaus nodig zijn geweest om dit model te bouwen, dan weet je hoe ingewikkeld dat het is om gewoon 1 model klaar te hebben. En dat het niet iets is wat je vandaag of morgen eventjes in elkaar zet. Want het is ook heel belangrijk dat er hier geen ongelukken mee gebeuren, dat het gewoon heel veilig is en alle veiligheidsdingen ingebouwd zijn. En hier hebben we de koning van Lesotho. Die was er. Zijn excellentie koning Letsie III en zijn vrouw. Die naam zal ik me niet uitspreken. Maar die zijn dus daar geweest. En links onder het plaatje zie je de koning is ook in het computercentrum. En in het midden is hun paviljoen van Lesotho in de Expo 2020. En daar heeft Anatoly Janinski van die Expo tot de dag van vandaag nog alle voordelen van. Hier ligt Lesotho, midden in Zuid-Afrika. Die hebben geen verbinding met een haven. En dat wil zeggen dat ze heel belangrijk is voor hun dat ze een snelle verbinding hebben van hun land naar de haven, zodat alle, vooral de goederen van hun landbouwsector, dat die snel in een haven zijn om verder vervoerd te worden, zodat de mensen in hun land ook een beter inkomen kunnen krijgen. En dan even nog het microklimaatsysteem in de wagons, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want het kan buiten heel heet zijn en dan moet het toch binnenin te doen zijn. Maar ook de frisse lucht, die moet geen gebruikte lucht, telkens in gebruikte lucht zitten van mensen. En ze hebben een uniek luchtuitwisselingssysteem ontwikkeld en die bepaalt ook de hoeveelheid lucht die uitgeademd is en hoe ze die kunnen compenseren. En ze kunnen met een buitentemperatuur van bijvoorbeeld hoger dan plus 55 graden, kunnen ze toch de temperatuur houden op plus 18 tot plus 23 graden Celsius. Allemaal al uitgetest. Allemaal al duidelijk en allemaal al goedgekeurd. Dus hier is al veel gebeurd wat wij allemaal niet weten. Nou, welke projecten zijn nu officieel bekendgemaakt? En dat is op de U-Sky heeft het op de Innotrans eigenlijk een beetje bekendgemaakt door de RTA. Want de RTA is de Dubai's Roads and Transport Authority. En die hebben een stand gehad op de Innotrans in Berlijn. En daar hebben hun als eerste bekendgemaakt dat de route van 15 kilometer in Dubai gebouwd gaat worden met dit model. Nou, dat is gewoon heel mooi. En zo gauw als een land zelf naar buiten gebracht heeft, want er moeten geheimhoudingshandtekeningen worden gezet, dat Janinski stringtechnologie het nooit als eerste naar buiten mag brengen. Dat doen de landen zelf. En daarna mogen wij het naar buiten brengen. Daarom horen jullie ook niet van alle landen alles, alleen als het land het zelf naar buiten heeft gebracht. Nou, en dat hebben ze toen gedaan, de RTA. En zodoende mogen wij dit nu ook vertellen. En in een filmpje van hun kwam op een gegeven moment deze pagina voorbij, dat ze een mooi filmpje met de situatie erheen van een wagon van Anatoly Janinski, en dat ze erbij schreven van hoeveel stations, hoeveel kilometer, hoeveel passagiers. Dus dat is gewoon heel mooi om te zien. En hier zie je een aantal foto's van de stations die ze toen lieten zien. En dan zie je de 2 onderste, dan zie je dat er ook een platform is gemaakt voor het landen van een helikopter.
En de twee bovenste zie je hoe weinig ruimte er maar nodig is om een station te maken. Dat kan gewoon op runstrook. Dus dit gaat zo goed. En dan is er ook bekendgemaakt dat Indonesië, van Nusantara in Jakarta. De Indonesische regering gaat de huidige hoofdstad van Jakarta gaat die vervangen door een nieuw eiland op het eiland Borneo. En dat wil dus zeggen dat, ja, dat een heel nieuwe stad gebouwd gaat worden. Want de oude, die ligt onder zeeniveau en die staat heel dikwijls onder water. Door daar een traject van Jeninske stringtechnologie te bouwen, dan ja, is het niet erg als staan die palen in het water, want vervoer kan er dan toch gebeuren. Als je normaal met de auto reist, want ze gaan een traject van ongeveer 8 kilometer bouwen, en dat duurt normaal met de auto 25 minuten, en de bus deed er zelfs 50 minuten over. Maar als ze dadelijk met het traject kunnen van Anatol Jeninski met de Jeninske stringtechnologie, dan kan dat in 3 minuten. Moet kijken hoe snel dat het is. Maar er komt ook nog meer hoor, ze gaan nog meer bouwen. Want ze gaan ook de hoofdstad verzetten. En die gaat Nusantara heten, de nieuwe hoofdstad van Indonesië. En daar gaan ze nog meer bouwen. Wat er precies allemaal komt, een beetje ingewikkeld, kan ik nog niet precies allemaal zeggen. Het was voor mij ook nog allemaal onduidelijk. Maar het is heel belangrijk, de plaatjes die je ziet, ook weer die nieuwe wagon die ze gemaakt hebben, die kun je ook rechtsboven zien, die lijkt ook weer op het model, wat ik dan net heb laten zien, ook rechtsonder, zie je dat ook. Dus ik denk dat die wagon gewoon ook heel belangrijk gaat worden voor meerdere landen. En ook El Salvador, die besprak het, hoe het snartransport ingevoerd kan worden. En zijn ze vanaf 2022 zijn ze actief aan het samenwerken. En de commissie, de commissaris voor strategische projecten, die maakte deze ambitieuze plannen ook bekend voor El Salvador. Ze hebben ook de eerste fase van het project al met succes afgerond en ze hebben de routes al uitgewerkt. Dus ja, daar zijn ze ook al wat verder mee. En ook de regering van Sonsonate, dat is een stad in El Salvador, die zie je hier bij elkaar, die hebben interesse in een vlotte afwikkeling ervan. En daar ligt Sonsonate, als je het precies kunt zien. En zij gaan dus de stations ook gebruiken samen voor commercieel vastgoed. Dus die gaan er een combinatie van maken. Hoe dat precies gaat worden, weet ik niet, maar ze willen hun terugverdientijd daarvoor voor de bouw en alles verkorten. En hier zie je het model voor de U-Light. Die is opgesteld in het park in Belarus. Er is ook nieuws bekendgemaakt aan het eind van het jaar, want de Verenigde Arabische Emiraten-tak die heeft de voltooiing aangekondigd van de fase 1 certificeringswerkzaamheden. En de TUV, SW, de Standardization Certifications, heeft een conformiteitscertificaat afgegeven volgens de internationale normen van AWS en BSNEN. En ze hebben een reeks werkzaamheden uitgevoerd voor certificering van de staalconstructies en van de tussenliggende ondersteuningen. Dit is de eerste stap op weg naar de certificering van het volledige stringtransport- en infrastructuurcomplex op testbaan 4. En dat is de 2,5 kilometer baan. En straks komt natuurlijk bij als de wagons daarin gehangen zijn en die gaan rijden. Dan krijgen ze dus meer certificaten tot het helemaal goedgekeurd is en ze kunnen gaan reizen en bouwen. Een deskundige beoordeling van het U-String Transport. Want deze wetenschappelijke organisatie heb ik nog niet verteld, maar inmiddels is Jeninske String Technologie een wetenschappelijke organisatie geworden. En er werd verteld, het overtreft andere transportsystemen. Het kan ook de noordelijke, zeer koude routes toegankelijk maken. En vooral de